is hier bij ons. Hij staat nu bij ons op het Sidekick podium met de staatssecretaris voor de prijsuitreiking. Nou, mag ik u van harte feliciteren. Ik vind het ontzettend mooi om u de award uit te mogen reiken van Recycling Hero 2020. U zorgt dagelijks voor een schonere leefomgeving. Ik denk ook dat dat laat zien hoe we allemaal als persoon een steentje bij kunnen dragen aan het mooie schoonhouden van onze omgeving. U doet dat dag in, dag uit. En dank u wel dat u dat prachtige dorp Berlicum elke dag nog een stukje mooier maakt. En van harte gefeliciteerd met de publieksprijs. Dus veel mensen delen dat. Oké, fijn. Dank alsjeblieft. Ik vind het natuurlijk geweldig dat er zoveel mensen op mij gestemd hebben. En dat zoveel mensen mijn werk waarderen. Dat wist ik trouwens al, want ik word elke dag in Berlicum aangesproken door mensen die laten zien wat ze ervan vinden. Nou, dan weet je waar je het voor doet. Ik wil ook deze prijs opdragen aan alle mensen die zich inzetten om zwerfafval op te rapen. Dus ik zou zeggen tegen die mensen, zet hem op, ga er lekker mee door. En op die manier hebben we toch een kleine bijdrage geleverd aan een schoon milieu. Nou, de toekomst is dat ik pas 69 jaar ben en heel wat jaartjes de mensen kan overtuigen dat het belangrijk is om voor een schoon milieu te zorgen.